Nog 6 races te gaan, inclusief 2 in Brazilië. Xavier, hoe spannend is het? Nou ja, de laatste 2 wedstrijden zijn niet tegengevallen. Dus het einde van deze triple header gaat ook nog wel spannend worden. Brazilië. Heel veel punten voor de oprapen in Sao Paulo. Dit is Pitlane. Deel 3 dus van de triple header. In de Verenigde Staten en in Mexico hadden Verstappen en Norris het al met elkaar aan de stok. Benieuwd hoe het verder gaat dit weekend dus in Brazilië, in wat officieel de Grand Prix van Sao Paulo heet. Welkom aan de man die iedere donderdag weer de weg naar de studio weet te vinden, Xavier Maassen. Moet het eerst even over Mexico hebben, denk ik. Ze hadden het dus aan de stok, Verstappen en Norris. 20 seconden voor Verstappen, veel, weinig, terecht. Nee, wel terecht. Zeker voor de eerste was het gewoon een terechte call die ze maakten. Ik denk zelfs voor die tweede. Voor mij had dat echt niks meer met autosport te maken. Verstappen reed gewoon Norris van de baan af. Dat had voor mij nog een zwaardere straf mogen zijn. Maar die 20 seconden duurde wel voor Verstappen heel lang in die pitstop. Ja, want het ging er ook over, ja, die stewards die zouden bevooroordeeld zijn. Want uit de McLaren-familie en Johnny Herbert, dat toch al niet lekker botert. Maar jij zegt gewoon over de schreef. Ja, over de schreef, absoluut. Er was natuurlijk al eerder discussie en er is altijd discussie om de regelvorming om Verstappen heen. Omdat hij altijd de regels na zijn hand weet te zetten en dan zo weet te gebruiken dat ze de regels weer moeten veranderen. Maar nu was het toch heel duidelijk dat hij over de schreef ging. En eigenlijk, Verstappen zei ook, ja, ik moest zo ver gaan om gewoon de te langzame Red Bull nog proberen enige punten te scoren. Ja. Maar daar ging hij wat mij betreft zeker in die tweede instantie echt te ver. Ja, ik wou zeggen, dat kun je wel zeggen, maar dat kan dan iedere Williams-coureur claimen. Dit ding gaat niet vooruit, dus ja, dan moet ik maar een bocht afsnijden links en rechts. Ja. Ja, nee, dus ja, het was erover. Hij heeft de penalty gekregen. Nou, hij zegt dan ook, oké, we kunnen erover oordelen wat we willen. We kunnen vertellen wat we willen. Ja. De stewards hebben besloten, dus we gaan verder. Ja, de schade bedraagt dan uiteindelijk 10 punten in het WK. Want dat is het verschil dat Norris goed wist te maken. Althans, dat liep hij in de WK-stand die we hier zien. 47 punten, nog de marge. Valt dat mee of valt dat tegen als je die straf bekijkt? Nou ja, als we al terugkijken naar, denk ik, aan het begin van de triple header, was het eigenlijk al, had Verstappen een goede marge. En hij weet dat te beperken, zeker in de Verenigde Staten wist hij te beperken. Pakte hij zelfs punten, nu verloor hij het aantal punten dat hij ook maar mag verliezen per wedstrijd. Mm-hmm. Maar het komt steeds dichterbij. En ook nog in de constructeurs, daar blijft het natuurlijk nog spannender. Want Ferrari is ook echt bij de pinken. Ja, je zegt het al, de constructeursstand. Die kunnen we ook in één keer laten zien, dat is deze. De teams, McLaren stond aan de leiding, blijft aan de leiding. Ferrari neemt de tweede plek over van Red Bull. Mercedes is de nummer 4, maar dat is zo groot. Die hebben we maar even weggelaten van de kaart. Betaalt Red Bull de prijs voor het handhaven van Perez? Ja, ik denk het wel. Maar ook gewoon op dit moment een te langzame auto te hebben. Ze waren in het begin van het seizoen dominant. Toen stonden we hier nog en riepen we allemaal, dit gaat weer eenzelfde seizoen worden, waar Max Verstappen een walk in the park heeft. Maar ja, het bleek toch halverwege het seizoen een beetje een monster te worden. En nu zien we inderdaad dat Verstappen nog boven het kunnen van de auto een beetje kan uitstijgen met momenten. En een goede prestaties levert. Maar ja, Perez zakt steeds harder door het ijs. En er wordt misschien wel geroepen dat dit zijn laatste weekend gaat worden. Ja, laten we daar zo even over doorpraten. Hè. Maar als je dan kijkt naar, je zegt het al, hè, de zomerstop, een soort van, kun je een streep zetten, van daarna is het allemaal wel behoorlijk veranderd in de verhoudingen. Is ook te zien als je kijkt naar de verhoudingen tussen de teams. Dit is de lijngrafiek. McLaren in het wit, Ferrari in het zwart en dan Red Bull in het blauw. Vooral die stijgende lijn van Ferrari. Dat gaat wel heel hard, toch? Ja, het gaat heel hard. En ze scoren natuurlijk de laatste weekenden twee keer een 1-2 en een 1-3. Dus ja, ze zitten gewoon echt zo goed erbij. En scoren zoveel punten met 2 auto's tegelijk. We hebben natuurlijk zeker Perez gezien die bijna niet scoort. We hebben ook Piastri gezien met mindere resultaten. Maar Ferrari is het zowel Sainz als Leclerc die allebei gewoon fantastisch scoren. En allebei overwinningen pakken. Dus het gaat hard. En zelfs hebben ze denk ik echt een reële kans om gewoon de constructeurstitel bij Ferrari te pakken. Ja, als je ziet hoe de verhoudingen zijn met die lijnen. Maar je zegt net van Perez, misschien was het laatste weekend.
Kan dat het momentum dan nog keren bij Red Bull? Kan er iemand nu in die auto stappen om het beter te maken? Nee, ja, moeilijk. Ja, natuurlijk, iedere nieuweling is een nieuweling. Dat heeft ook wel risico's, maar biedt ook wel voordelen dat hij vrij uit kan gaan. En niet hoeft na te denken. Maar natuurlijk, ja, de wens ligt er natuurlijk wel. En de druk zit er volop, wie in die auto ook zit, om punten te scoren voor dat constructeurstitel. Want ook Red Bull zou theoretisch nog de constructeurstitel wel kunnen winnen. En die leiding terug kunnen pakken. Maar voorlopig ziet het er niet uit met een auto die gewoon te langzaam is. Ja, gaat niet vooruit, dat ding, in het kort gezegd eigenlijk. Hè. Nou goed, in het geval dat Perez inderdaad zijn laatste weekend rijdt, is dat wel op een bijzonder mooi circuit, mag je wel stellen. Het Autodromo José Carlos Pace in São Paulo dus. Een circuit dat vooral bekend staat onder de naam Interlagos, Portugees voor tussen de meren, want die liggen daar rondom de baan. Een baan waar het heel vaak spectaculair is. Op en af, heuveltje op, heuveltje af, meerdere inhaalplekken. En het weer is er altijd een factor. In de simulator was het in ieder geval droog. Hier komen we het rechte stuk op van het circuit Carlos Pace Interlagos, de Grand Prix van São Paulo. Kortom, we zijn in Brazilië op het iconische circuit waar we zoveel mooie momenten hebben meegemaakt. Verstappen natuurlijk in de regen, het titanengevecht met Hamilton. Zoveel actie, een circuit wat absoluut op de kalender moet blijven. Na de eerste combinatie hier twee snelle linkerbochten. Het circuit met ook weer veel hoogteverschil aan de rand van São Paulo. Berg omhoog, goed afremmen, scherpe bocht naar rechts. Gevolgd door een dubbele linker. Geliefd bij veel van de coureurs ook dit circuit. En dan hier de snelle linker weer bergafwaarts naar beneden op naar die laatste bocht. Oh, zo belangrijk om hier vroeg op het gas te kunnen. Heuvel omhoog, hier hebben we Verstappen nog de safe. Misschien wel van de eeuw zien maken in de regen met zijn auto dwars. Veel inhaalacties ook hier weer op dat rechte stuk richting die eerste bocht voor een ronde over het circuit van Brazilië. Dat kan dus genieten worden en dat ook nog met heel veel actie op de baan. Het is een sprintrace weekend in Brazilië. Dat ziet er dan als volgt uit. Vrije training op vrijdag, inclusief kwalificatie daarna voor de sprintrace. Die sprintrace is dan zaterdag, net als de kwalificatie voor de race van zondagavond om 6 uur Nederlandse tijd. Dus de Grand Prix van São Paulo. Is het een geschikt circuit voor een sprintweekend? Nou ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk in bocht 1 goed inhalen. Dan daarna in bocht 4 ook genoeg inhaalacties gezien. En de duellen die we herkennen nog weten uit het verleden met Verstappen en Hamilton. Dus ik denk in de sprintrace dat er genoeg kan gebeuren. Genoeg spektakel op de baan. Dat gecombineerd inderdaad met nog misschien wel wisselende omstandigheden. Ja, als je het over hebt, hè, wisselende omstandigheden. Wat is nou het leukste dan op deze baan? Moet het dan kletsnat zijn? Moet het wisselen? Of is het droog ook goed? Nou, het maakt eigenlijk niet uit. Ik moet zeggen, alle Grand Prix die we in Brazilië hebben gezien zijn altijd wel leuk en spannend geweest. Ook absoluut een circuit wat voor mij een permanente plek op de kalender verdient. We hebben hier hele mooie wedstrijden in het droog gezien. We hebben ook prachtige wedstrijden in de regen gezien. Het belooft dit weekend mooi te worden, want op vrijdag zijn de vrije trainingen nog in het droog en dan zou het op zaterdag nat worden. Dat is natuurlijk helemaal onvoorspelbaar wie zijn setup goed voor elkaar heeft. Dus het gaat wederom een mooi weekend worden, denk ik. Ja, ja, laten we daarop hopen met z'n allen. Je zei het net, het is een circuit dat thuis wordt op de kalender. Brazilië, autosportland, Ayrton Senna, we kennen het. Maar er rijdt geen enkele Braziliaan in de Formule 1 op dit moment. Hoe is dat mogelijk? Ja, het is inderdaad vreemd dat op dit moment geen Braziliaan in de Formule 1 zit. We hebben natuurlijk bijna alle jaren wel iemand gehad. We hebben Felipe Massa natuurlijk gehad als grote bekende en Ayrton Senna daarvoor natuurlijk. Maar ja, op dit moment niet. We hebben het wel eens vaker gehad, maar ja, wachten op een nieuwe bekende. Het zou eventueel nog kunnen weer in de toekomst met wat bekende Brazilianen, maar we gaan het afwachten of zij de weg naar de Formule 1 gaan vinden. Ja, dus voor niemand een thuisrace. Of misschien een heel klein beetje dan voor Franco Colapinto, de rijder van Williams, die nog niet heel lang in die auto zit, maar het wel ontzettend goed doet. Dat bewijzen de cijfers althans. Als je kijkt in een Williams, nogmaals, een wagen die vaak toch vooral in het achterveld te vinden is. Hoe knap is het wat hij doet in de eerste 5 weekenden? Want daarvoor had niemand het over Colapinto.
Nee, als je ook zag, voordat hij de overstap maakte in de Formule 2, stond hij denk ik vijfde of zesde in het kampioenschap. Had niet echt indruk gemaakt, maar wist toch zijn weg te vinden naar Williams. Is in Brazilië echt inmiddels bijna groot. Wordt veel gesproken, ook veel over sponsoren gesproken die hij aantrekt. De Braziliaanse en Argentijnse, in ieder geval de Zuid-Amerikaanse markt. En hij doet het gewoon heel goed. Hij is een aantal keren zelfs sneller geweest dan Alex Albon, wat weinigen gelukt is daarvoor. Ja. Dus hij is nu zelfs in beeld bij Red Bull. Ja, in beeld bij Red Bull. Is het reëel? Ik denk het wel. Al zou je eerder zeggen dat Ijaak Hadjar daar de plaats zou innemen. De junior van Red Bull, ook in de Formule 2, die tweede in het kampioenschap staat momenteel. En nog kans maakt om het kampioenschap te winnen in de Formule 2. En dan een reële kans zou zijn dat hij zou doorstromen naar het... Zeg maar het kleine team, het Toro Rosso, het V-Carp, hoe het hedendaagse heet. RB, iedereen weet waar je het over hebt, in ieder geval. Ja. Ja, ja. Maar Colapinto is zo opgevallen, niet in Formule 2, maar wel zijn prestatie in de Formule 1. En ik denk dat hij de voorrang heeft op Hadjar, ook vanwege zijn financiële situatie, omdat hij ook nu gesprekken met Carlos Slim heeft, waar Perez altijd door ondersteund is. Perez brengt ook weer toch vele miljoenen naar het team van Red Bull mee. Dat is ook misschien een van de redenen geweest dat hij niet eerder al aan de kant is geschoven. En Colapinto zou dat probleem zomaar in één keer kunnen oplossen. De vraag is alleen dan, wie krijgt dat stoeltje bij Red Bull? Het lijkt mij naar Liam Lawson dan eerder te gaan. Ja. Alhoewel ik eigenlijk vind dat misschien ook wel onze Japanse vriend het dan goed zou verdienen. Tsunoda, die toch ook het hele jaar al constant en goed presteert. Ja. Carlos Slim is geen domme jongen natuurlijk, hè? Tegelijkertijd. Nee, is heel slim. Ja, precies. Wie is uitgesproken favoriet voor dit weekend op de baan? Nou ja, dat is denk ik het team van Ferrari met Lando Norris. Had Norris niet de problemen gehad die hij met Verstappen had, dan had hij misschien wel kunnen winnen. Het einde van de stint, dat is wel waar de McLaren zo sterk is. Je ziet afbouw van die band. Je ziet bij iedereen een degradatie, echt in de rondetijden. En die McLaren blijft maar gewoon constant de rondetijden rijden. En daar zit de winst voor de McLaren. Dus ik schat de kansen voor Norris het hoogste in. Maar de Ferrari is zeker een geduchte kandidaat. Ja, veel rondes ook, hè? Strategisch kan het ook leuk worden daarmee dit weekend, toch? Absoluut. En zeker als het dan een keer gaat regenen. Misschien zijn dan de problemen van de Red Bull wel verdwenen. En gaat hij in de regen weer goed. En we weten hoe goed Verstappen ook in de regen is. Dus ja, wie is de favoriet? We moeten het gaan afwachten. Ja, we hopen op een heel leuke weekend. Xavier, dankjewel alweer voor je komst. Dit was Pitlane over de Grand Prix in Brazilië. Komende twee weken geen wedstrijd. Maar daarna zijn we terug met de voorbeschouwing op de Grand Prix in Las Vegas. En de race die volg je zondag om 6 uur via liveblog bij L1 Nieuws. Dus graag tot dan of tot bij de volgende Pitlane.